Welkom bij MT Makelaars, mijn naam is Martin Maranus. We zijn voor wederom een lijfbezichtiging. Ik sta hier zonovergoten dag in de Moertieren, een zeer geliefde woonwijk in Middelburg. Nou ja, daar heb je plantsoenen en waterpartijen. We hebben hier te koop een tussenwoning in de Billie Holiday straat nummer 8. Nou, je krijgt hier ook spontaan fijne vakantiegevoelens als je het huis binnen en buiten ziet. Met dit prachtige weer en binnen is het ook heel leuk ingericht. Hier een ruime voortuin, een beetje beachachtig ingericht met de palen en de schelpen. Ontzettend leuk, ook niet al te veel onderhoud. Het is natuurlijk een vrij jonge woning, een lekker jonge, goed geïsoleerde woning. In een heel gewilde wijk dus. Als je binnenkomt heb je uiteraard de hal, zou ik bijna zeggen, met een toilet. Is natuurlijk niet het meest spannende van het huis, maar is keurig netjes. Ook daglicht. Dan lopen we zo door naar de kamer en keuken. Nou, je ziet de keuken is in een hele fijne praktische opstelling. Zo kan de voorzijde. Dus je hebt hier het straatbeeld, zie je. Nou, echt eigenlijk wel mooie huizen om te kijken. Deel wit, deel baksteen. De keuken is in twee delen. Het spoelgedeelte is aan deze kant met de vaatwasser. Het spoelgedeelte en het kookgedeelte is daar tegenover. Dus met een oven op hoogte, koelkast en een inductiekookplaat. Heel compleet en netjes. Je kunt hier ook prima met z'n tweeën in werken als je wil. Helemaal uitstekend. Hier is de eethoek. Grenzend aan de keuken. De eettafel kan natuurlijk ook dwars erop staan. Groot genoeg voor 6 personen. Hier is een voorraadkast. Dat is natuurlijk altijd makkelijk. Nou, wat ik al benoemde over de vakantiesfeer. Hier, alle aquakleuren komen terug. Je kunt natuurlijk je eigen touch eraan geven, is hartstikke sfeervol, gezellig en leuk. De zithoek is zo ook echt richting de tuin. Nou ja, er staat nu één deur open. Het is prachtig hier, maar allebei die deuren kunnen uiteraard open. Openslaan de tuindeur naar buiten toe. Zonnescherm is een klein stukje open, maar die kan natuurlijk helemaal open. Hij ligt perfect voor de zon. Gewoon eigenlijk heel de dag zon. Heerlijk om hier buiten te eten. Het is ook een leuke mix van onderhoudsvriendelijk en in ieder geval ook nog groen in de tuin. Dus zeer beheersbaar onderhoud van deze tuin, maar wel heel leuk. Als we de achtergevel bekijken, zie je dus dat de buren links en rechts een uitbouw hebben gerealiseerd. Dus wil je de woonkamer wat groter, is dat heel eenvoudig, want de twee muren van de buren staan er dus al. En dan kun je makkelijk nog een meter of drie uitbouwen om een grotere woonkamer te creëren. De tuin laat dat zonder meer toe. Die is groot genoeg. Dat is geen enkel probleem. Die veranda is natuurlijk ook briljant gewoon. Hier zit je lekker in de schaduw. Nou, niks kan nat regen. Blijft allemaal lekker droog als je hier die spulletjes laat staan. Hier is een ruime schuur. Fietsen, er kan zelfs een motor in. Hier heb je een dubbele poort. Dus via de brandgang kun je zelfs met de motor op deze plek komen. Nou, het is natuurlijk een vrij nieuw huis. Allemaal hardhouten kozijnen, dubbelglas, goed geïsoleerd. Wat natuurlijk zeker niet onbelangrijk is tegenwoordig. Dit ziet er ook heel leuk en zomers uit. Nou, wat heel handig is en goed over nagedacht, een buitenkraan en stopcontact buiten. Super praktisch. Trappen, hier lopen lekker, ze noemen het een luie trap, niet al te steil, loopt heerlijk. Ik heb hier nogal een verrassend element, ga ik jullie ook uitleggen. Oorspronkelijk had tijdens de bouw had het hier 3 slaapkamers op deze verdieping. Ging dit naar de grote slaapkamer toe, de master bedroom en hier een wat kleinere. Ze hebben deze toegang nu gemaakt met 1 waanzinnig grote slaapkamer aan de achterzijde. Zoals je ook kan zien, ja, het is geweldig groot. Fantastisch als je de maar 3 slaapkamers nodig hebt, is het echt fantastisch. Hier de hele kastenwand. Het bed, je ziet het grote kingside bed bijna verdwijnen in de kamer. De situatie oorspronkelijk kan heel makkelijk teruggebracht worden. Dit wandje doortrekken tot daar. Dan heb je hier op zich een prima oude slaapkamer. Groot genoeg zoals de meeste kamers zijn.
heb je hier nog een wat kleinere kamer. Maar nu is het ja, een balzaal, fantastische grote oude slaapkamer. Het is nu in gebruik als min of meer werk-hobbykamer. Het is natuurlijk ook een prima kamer, slaapkamer. Het ligt aan de voorzijde van het huis. Badkamer, dubbele wastafel, bad erin, douche en een toilet. Dus eigenlijk wat je nodig hebt en wat je wenst, zit er eigenlijk allemaal keurig netjes in. Mooie kleurstelling ook. Daglicht, grote ramen. Compleet en netjes. Nou, we hebben hier nog vloerbedekking. Lekker zacht en warm aan de voetjes. Je ziet tegenwoordig natuurlijk iets meer laminaat. Dat kun je gewoon natuurlijk zo neerleggen als je dat wil. Klimmen we naar de tweede verdieping. Hier is een ruime derde slaapkamer. Standaard is dat natuurlijk de vierde slaapkamer. Twee grote dakvensters met voor daglicht. Gewoon prima. En dan heb je hier, ja, het is voor hun opslag. Ze gaan naar een nieuwbouwwoning toe, dus er staan wat spulletjes nu opgeslagen. Maar het is een, hier kun je bij wijze van spreken, ze moeten nog een slaapkamer maken. Hier is de wasstraat, wassen, drogen en de ketel. Dus helemaal compleet hier op de tweede verdieping. Nou, Motierhoek hoeft dan Middelburg niet uit te leggen. Het is de jongste en leukste woonwijk van Middelburg. Heel geliefd. Deze mensen gaan naar nieuwbouw toe, dus de gewenste oplevertermijn is wat langer. Nou, dus dit is de tour van de Holidaystraat. Zoals ik zei, je krijgt hier spontane vakantiegevoel van met de aquablauwe wand. Heerlijke zonnige tuin. Vind je dit een leuk huis? Neem dan contact op met ons kantoor. Dan laten we dit graag aan je zien. En heb je zelf verkoopplannen, komen we natuurlijk graag langs om je te helpen met het verkopen van je huis. Dank voor uw aandacht en hopelijk zie ik jullie binnenkort in dit huis.